Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe video van Farming Simulator 19 Story Mode. Hey, zoals jullie weten hebben wij natuurlijk de vorige keer onze kuil vastgemaakt. Of vastgereden, ingereden, hoe je het ook wil noemen. Die staat voor ons, die is ook klaar. Dus daar kunnen wij eventueel verkopen, want ik had jullie namelijk gevraagd waar we er eventueel mee zouden moeten doen. Ja, de mensen die zeiden, ja, je moet koeien kopen, dan kun je het daarvoor gebruiken. Of je gaat eerst verkopen dat je daarna weer een veld met mais gaat poorten, dat je het daarna weer gaat doen. Kan ook, dan kunnen we ook mais, of gras gaan maaien en ook hier in een kuil doen. Dus we kunnen een deel kunnen verkopen, misschien kunnen we alles wel verkopen. Komen we vanzelf achter. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik allereerst eventjes de twee velden inzaaien. Want, daar kan het namelijk weer groeien. En als we namelijk dit gaan opruimen en gaan verkopen, dan wil ik eventjes een shoveltje huren of zo. Want we hebben natuurlijk wel die voorladen. Alleen daar zit niet zo heel veel. Volgens mij hebben we niet eens een bak. En er kan ook niet zo heel veel in die bak. Dus dan moeten wij eventjes een shoveltje gaan huren. Dat dacht ik zo. We gebruiken vandaag de Nieuw-Holland. Die kunnen wij gebruiken. Om het veld in te gaan zaaien. Want ik zag namelijk ook in de... in de reacties op de video dat jullie zeiden van je hoeft helemaal niet te gaan cultiveren, want je zaaimachine kan al cultiveren. En ja, dat klopt. Dat was ik helemaal vergeten. Maar goed, dank jullie wel voor het helpen. Hier zit geen kunstmest in. Hebben wij nog kunstmest? Nee, maar dat kunnen we later dan wel doen. Dus we gaan even kijken of we hier er een beetje uit kunnen. Zwaailampjes mogen aan. We doen veld 8 en veld 20 gaan we inzaaien. Met, ik denk, sojabonen of iets. Ik kan het ook met stro doen, dat we dat stro weer gaan verkopen. Maar goed, dat is een mogelijkheid. Dat wil ik allemaal nog maar net hier, hoor. Het is echt allemaal hartstikke krap. Zo. Laten wij sojabonen gaan selecteren. Sojabonen. Dus de eerste keer dat we dit ding eigenlijk gebruiken. Zo. Kijk, en dan kunnen we eens eventjes mooi gaan inzaaien. We gaan ook 20 km per uur. Dat is op zich wel een leuke snelheid. Het is wel een beetje bewolkt vandaag. Een beetje jammer, maar goed. Want ik weet niet, hadden wij deze trekker besteld met voorladen? Nee, hè? Nee. Op zich maakt dat niet zo heel veel uit. Zwaailampen mogen trouwens wel uit. Zo. En dan veld 20 doen we denk ik ook gewoon sojabonen, dat we alles in één keer kunnen doen. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Maar we hebben hier natuurlijk mais in gehad. Nou, dat mais hebben we nu in een kuil zitten en daardoor gaan we dat vandaag ook dus grotendeels verkopen. Of misschien wel alles verkopen, dat kan natuurlijk ook. En dat is ook een mogelijkheid. De huur hebben we ook al binnengekregen van de schuur, want die hebben we natuurlijk ook nog steeds te huur. Laten we eventjes een kleine kopakker overlaten, want anders moet je altijd over straat heen namelijk. Dat hebben we de vorige keer ook. We moeten een klein beetje kopakker overhouden. Zodat we daar kunnen draaien namelijk, anders moet je altijd over straat heen. En dan moeten we daar weer op wachten en dan moeten we daar weer op wachten en zo weer wel. Maar ja, het is gewoon eventjes lekker saaien. Het zit een mooie snelheid in. De nieuwe trekker kunnen we mooi gebruiken. Dan kunnen we de andere vent kunnen we zo meteen gebruiken om dus, want er zit al de trailer erachter. Om dus die dingen te pakken. Dan kunnen we zo met het Nieuw-Holland heen. Dan laten we onze trekker daar staan. En dan kunnen wij de shovel meenemen. Of iets waar we ook gaan huren. Dat weet ik nog niet. Dan moeten we straks eventjes maar in de winkel gaan kijken. Maar dat het toch allemaal net ietsje sneller gaat. En dan moeten we dit nog eventjes bemesten. Want ik wil graag dieren hebben. Koeien. Paarden kan natuurlijk ook. Die leveren misschien ook wel iets meer op dan koeien. Dus misschien daar we ook wel paarden kunnen gaan nemen. Want we hebben volgens mij hebben we nog wel wat haver, toch? Of hebben we dat niet meer in de opslag? Ik weet het ook niet meer. En anders moeten we dat maar eventjes gaan inzaaien. Dat is op zich geen probleem. Maar ja, we gaan dit maar eens eventjes mooi inzaaien, dacht ik zo.
Nou, we hebben het eerste veld hebben op dit moment ingezaaid met sojabonen. Dan moeten we veld 20 nog eventjes inzaaien. Dan moeten we nog eventjes bemesten. En als dat klaar is, dan beginnen we met het legen van een silo. En dan kijken hoeveel geld we daarmee kunnen verdienen. Hier doen we ook gewoon sojabonen in. Hier maak ik geen timelapse van. Dit doen we gewoon eventjes met onze eigen handjes. Of eigen handjes, dat doen we het sowieso. Maar ik bedoel, dit knip ik er allemaal eventjes uit. Want hier hebben we net ook een timelapse gezien. Dus dat doen we dat vandaag niet. We hebben hier ook geen last van verkeer. Dus we kunnen in principe, we moeten daar wel over een klein stukje van het veld van de buurman. Maar ik hoop dat hij dat niet zo heel erg vindt. Maar hier kunnen wij gewoon de hele tijd heen en weer. Dus niks aan het handje. En dan is dit veld in een mum van tijd. Is deze klaar. Goed, dit is het laatste stukje van veld 20 om in te zijn. Tenminste, als het goed is, neemt de saaimachine het allemaal mee. Kijk, top. Nou is dus een kwestie om deze af te koppelen. Eventjes met de kunstbestrooien eroverheen. En dan is het tijd om eventjes naar de winkel te rijden. Om te kijken wat voor een shovel wij eventueel zouden kunnen huren. En daarmee eventjes het silage te gaan verkopen. Want, dat zeg ik altijd, alle kleine beetjes geld werkt altijd. Dus we koppelen deze eventjes af. Dan halen we eventjes de kunstmeststrooier op. En dan kan het allemaal hartstikke mooi groeien. En als dat geoogst kan worden, dan verdienen we weer lekker wat geld. Zo, mag die weer op zijn plek staan. De zaaimachine. Of in ieder geval deels op zijn plek. Ja, zo staat hij in principe prima. Want we hebben natuurlijk. We kunnen niet hier, daar, we kunnen niet hier doorheen met dat ding. En we kunnen ook niet daar door met dat ding. Dus hij moet daar wel staan. Of we moeten een keertje ergens anders een schuur neerzetten. Of misschien dat er nog ergens een achteringang is. Dat wil ik eigenlijk niet. Volgens mij niet. Maar. Even kijken. Is de kunstmeststrooier hier? Nee, die staat in de schuur. Volgens mij hadden we die een kleurcode gegeven. Alle twee. Als ik me het kan herinneren. Volgens mij wel. Als het goed is zit het onder deze deur. Of achter deze deur moet ik zeggen. Ja, en dan moeten we de oranje hebben. Daar zit kunstmest in. En dan kunnen wij de twee veld even lekker bemesten. Kan het groeien. En dan rijden we naar de winkel. Om een... om een shovel te huren. Hier zit nog kunstmest in. Hartstikke mooi. Het is een kunstmestrooier, dus dat scheelt ook alweer dat dat lekker makkelijk is. Meneer, loopt u maar door. Komt niks aan. Top. Zo. Ik ben wel benieuwd welke chauffeur we gaan huren. Ik weet het ook zo 1, 2, 3 niet. Maar maakt niet uit. Eerst even lekker bemesten. Kijk, ziet er al een heel stuk mooier uit dat het veld bemest is. Ziet er allemaal weer een stuk gezonder uit. Nou is nog een kwestie om veld 20 te gaan bemesten. En dan kunnen we eens even weer lekker wat geld verdienen. Want ik zit er nog even na te denken wat de makkelijkste manier is. Is het makkelijker om koeien te nemen of is het makkelijker om paarden te nemen? Kijk, als paarden volledig getraind zijn, ja, dan krijgen we 50.000 per paard. En met twee paarden heb je alweer 100k. En het melk is volgens mij minder efficiënt dan de paarden. Alhoewel, met de paarden duurt het langer en met de koeien kun je het vaker doen. Dus ja, als jullie me eventjes zouden willen helpen, zou ik dat super tof vinden. Of we paarden moeten gaan aanschaffen, of dat we koeien moeten gaan aanschaffen. En we hebben natuurlijk al kippen. Nou ja, schapen zou ook kunnen. Maar ja, goed, ik wil wat meer met een boerderij bezig zijn, om zo maar te zeggen. Dus, even kijken hoor, ik moet even goed staan. Dus laat het maar eventjes weten. Dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Wat het makkelijkste is om te doen. Kijk, schapen is natuurlijk het minste werk. Die heeft alleen maar water en gras nodig te hebben. En ja, paarden leveren lekker wat op.
koeien is meer werk, maar dan kunnen we regelmatig wat inkomsten mee binnenhalen. Dus ja, help me eventjes. Zou ik waarderen. Dan maken we dit veld eventjes af. Nou, we zijn weer terug op de boerderij. Hartstikke mooi. We hebben alles bemest. Dan koppelen we deze ook weer eventjes af. En dan rijden we naar de winkel toe en gaan we even kijken welke... ja, shoveltje, et cetera, we eventueel zouden kunnen huren. Dat zal wel mooi zijn. Want dan kunnen we daar even gebruik van maken. We hoeven ze ook maar... Ja, ik denk dat misschien anderhalf tot twee uurtjes dat we die maar nodig hebben. Langer niet, dus misschien dat ze daar nog iets met de prijs kunnen doen of zo. Ik ben natuurlijk de tarieven er niet van. Oh, sorry meneer, u loopt zo dwars door mijn trekker in. Ja, fijn. Zo, daar zijn we aangekomen. Dus even kijken waar de winkel allemaal te bieden heeft voor de silage. Ik ben wel benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Eens even kijken. Wij kunnen namelijk natuurlijk verschillende dingen doen. We hebben verrekers. Maar die zijn nogal aan de dure kant. Dan hebben we nog volgens mij... deze hebben we ook nog. Hoeveel zou dit ding kosten om te huren? 3000 euro. Dat is wel veel. Shovels zijn te... Wat is dit dan? Shovels zijn wel heel duur hoor. Wat is dit dan voor ding? Dat is een heel oud ding. En die kost maar 765 euro om te huren. Zullen we deze meenemen? Ja, laten we deze meenemen plus die bak. En dan kunnen we deze maar eens eventjes gaan gebruiken. Ik weet niet... Het gaat 25 kilometer per uur. Nou, dat is niet zo heel vlot, maar dat maakt niet uit. Want dan hoeft alleen maar eventjes naar de dinges te doen. En hebben we in ieder geval wel... een oude dinges. Nou, ja, laten we deze doen. Ik ga even de papieren ondertekenen. Zodat we deze kunnen huren. En dan... ga de dinges even testen. Ik hoop dat hij het een beetje doet. Zo, nou. Een paar minuten later. En dan staat hij daar. Nou, ik ben benieuwd. Onze trekker kan daar wel blijven staan. Die is op slot, die hoeven verder niks te doen. Zou dat ding een beetje power hebben? Het is een heel vaag en apart ding. Maar goed, zolang het werkt. Eens even kijken, hoe werkt dit ding? Oké. Juist. We gaan het zien. Ik ben benieuwd of dit een beetje gaat lukken. Het is wel een heel oud ding. Maar goed. Zo. Nou. Op naar de boerderij. Met een dikke beunzorvel. Ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Komt er een trein aan? Ik kan het niet zien. Volgens mij niet. Ik kan het heel slecht zien. Je hebt niet echt veel zicht op met dit ding, zeg maar. Nou ja. Laten we even een zwaailamp aan doen. Ik weet niet of hier zit een zwaailamp op. Volgens mij wel. Maar we zijn niet de vlotste in dit ding, zeg maar. Nou, daar zijn we dan. Even kijken, hoe zetten we de trekker neer? Laten we die eerst even goed neerzetten. Zo. Dan mag de keur open. Even keer. Zetten we de trekker ook even goed neer. En dan kunnen we vast beginnen met laden. We hebben maar één... hoe heet dat? We hebben maar één trailer. En op zich is dat nog niet zo heel erg. Zo heel veel ligt er natuurlijk ook niet in. Zetten we hier neer. Zo. Nou, dan gaan we eens even kijken of we dit ding een beetje kunnen gaan gebruiken. Want dit is voor mij ook allemaal nieuw. Even, hoe werkt dit ding? Oh, we zitten al vol, ja. Zo. Ja, het is niet het meest vlotte ding, zeg maar. Maar hij doet zijn werk. Zo.
Weet je, als wij een beetje geld hebben, misschien kunnen wij deze zelf ook wel kopen als ze die op voorraad hebben. Nou, deze hebben we natuurlijk te leen. Om zo maar de... Kom op! Lastig. Oh, we hebben de kaf in zitten, wacht even. Laten we eerst de kaf eens eventjes weghalen hier. Ik moet even weten hoe dit ding eigenlijk precies in elkaar zit, hoor. Gooien we dat eventjes hierin. Zo, hebben we daar ook geen last meer van. Zo. Kijk, laten we maar eerst eens eventjes beginnen met één trailer. Om te kijken hoeveel we daarvoor kunnen krijgen. Ik ben ook wel benieuwd waar we dit überhaupt moeten gaan verkopen. Dan zou ik ook even op de prijslijst kijken. En hoeveel liter ging hierin? 18.000 liter of zo? Dus ja, we zijn er wel eventjes bezig. Maar ja, goed. We hebben ongeveer 3 uur de tijd voor dit ding. Hoe laat was het? 12 uur, denk ik. Dat we dit hebben meegenomen. Dus rond 3 uur moeten we hem sowieso weer terugbrengen. Dus dat gaat goed komen. Oh, de trailer zit al vol, ja. Zo, deurtje gaat open. Mooi. Even kijken. Moet even de telefoon erbij pakken. En dan de prijslijst. En dan hebben we silage. Eens even kijken. Silage bij de country trade. Waar is ook alweer de country trade? Oh, dat is bij de winkel. Oh, dat is ook niet zo ver rijden. Oh, dat scheelt ook alweer. Nou, dan gaan we eens even kijken hoeveel we kunnen verdienen met dit ding. Kijk, we hoeven vandaag natuurlijk ook niet... als we nou ongeveer met 2 à 3 trailers gaan beginnen. Ongeveer. Kijk hoeveel geld we dan overhouden, hoeveel geld we dan kunnen verdienen. Zal wel niet zo heel veel zijn. Maar dan hebben we in ieder geval een beetje een inzicht. En we kunnen het altijd nog laten staan, hè. We hoeven het niet direct leeg te halen. Alleen ja, om 3 uur moet natuurlijk wel die shovel weer terug. Dus dan moeten we het met onze eigen trekker doen. Is op zich ook geen probleem. Maar dat duurt alleen wat langer. En dan moeten we nog een bak erbij kopen trouwens ook nog. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. Even kijken. De trekker mag wel weer even schoongespoten worden trouwens. Maar goed. Voorlopig kan het wel eventjes. Hoeveel zouden we hiervoor krijgen? 4000 of zo? Maar ik hoop minimaal iets van 5000. Dat zou ik wel leuk vinden, maar... Het is maar 8000 liter wat we hebben. Ik dacht dat er 18.000 liter in ging. Maar dat is dan weer net niet het geval. Zeg maar. Even kijken hoeveel geld we hier aan kunnen verdienen. Even over de weegbrug. Ik zie geen schermpje. Oh, daar. Of aan via de andere kant erin moeten. Ik denk het. Nou ja, maakt ook niet uit. Als we het maar kunnen gaan verkopen. Silage. Dat wordt geen 4000 euro. Bij lange na niet. Hoeveel is het? 2500 euro? Misschien niet net 3000? 2400 euro. Ja, dat is niet veel. Dat is al helemaal niet veel. Maar dat maakt niet uit. Voor 2000 euro kunnen we wel weer een aantal dingen verkopen natuurlijk. Hè? Laten we nog een trail ophalen. Misschien daarna nog een trailer en dan gaan we eens kijken hoe vol de curl dan zit. Want ik denk dat we sowieso wel iets moeten overhouden. Goed, de derde en tot nu toe denk ik wel laatste trailer. We hebben nog ongeveer een half uur voor de shovel. Dus laten we die maar vast terugbrengen voordat wij worden betaald dat we hem te lang hebben. Want dat ding is ook niet zo heel vlot, om zo maar te zeggen. Dus die brengen we eventjes terug. En dan kunnen we ook direct onze eigen trekker meenemen. En dan kunnen we in principe natuurlijk nog een deel verkopen. Want het valt me nog mee. We hebben ongeveer 3/4 in de curl zitten. Zoiets als ik me kan herinneren. Dus dat valt heel erg mee. We hebben dus nu een bedrag van 64.000 euro. Nou, ik heb ook al bij de tweede lading gezien dat de prijs een beetje omlaag is gegaan. Dus dan moeten we daar maar even wachten dat het weer een klein beetje omhoog is gegaan. Anders is het gewoon jammer. Want daar is de enige plek om silage te gaan verkopen. Dus
Dan wachten we daar voorlopig maar even mee. Maar dan brengen we gewoon eventjes die chauffeur weer terug. Halen we onze trekker op. En dan is het in principe een mooi dagje geweest, dacht ik zo. In mijn ogen. En als jullie mij dan willen helpen met het helpen nadenken over welke dieren we moeten aanschaffen. Koeien of paarden. Dan ben ik heel erg tevreden. Even kijken, waar zetten we deze neer? Ja, gewoon hier even. Wel een beetje onder het dak blijven, hè. Mocht er ooit regenen of andere weersomstandigheden zijn. Dan staat er in ieder geval droog. In ieder geval de trailer staat droog. En de trek ook grotendeels. Nou. Ja, er zit waarschijnlijk nog wat silage in de bak. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Moet je kijken hoeveel we nog over hebben, joh. En er zijn 3 trailers, hè. Dat is echt veel. Maar dat is mooi. Zo. Gooien we dit terug. En dan rijden we weer terug naar de winkel om hem in te leveren. Want we hebben voor 3 uurtjes hebben we hem gehuurd. Dus dat ongeveer 3 uur. En als we hem te lang hebben, ja, dan krijgen we natuurlijk weer gezeur en moeten we natuurlijk weer extra betalen. En dat is een beetje jammer. Maar ja, weet je, op zich is het een leuke chauffeur als we ooit misschien een chauffeur nodig hebben. Het is een oud ding. Maar hij doet wel zijn werk. Misschien dat het ook wel een keer een idee is om die dingen, als ze die natuurlijk dan nog op voorraad hebben. In de catalogus hebben staan, om misschien nog een keertje aan te schaffen. Wie weet. Nou, we zijn mooi op tijd. We hebben hem 6 minuten voordat de huurdinges erop staat, hebben we hem ingeleverd. Nou, daar waren ze ook wel tevreden over. Hartstikke mooi. Neem onze eigen Nieuw-Holland T5 weer mee. Om terug te brengen naar huis. En is het ook mooi geweest. Maar ja, het is een dingetje om over na te denken. Misschien die shovel. Wie weet. Is een mogelijkheid. Maar ja, ik denk dat het makkelijk is om eerst even in dieren te investeren. Voordat we weer nieuwe machines gaan kopen. We hebben net nieuwe trekker deze, dus dat doen we het meer. Maar ja, we hebben vandaag gewoon weer heel wat gedaan. Dus we hebben weer mooi wat vooruitgang geboekt. Ik hoop dat je het ook leuk hebt gevonden. Als het is, mag je dat uiteraard belonen met een blauw duimpje omhoog. Als je dit nog niet gedaan hebt. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker ook eventjes. Zou ik ook enorm vet vinden. En natuurlijk op het belletje te drukken. Ze blijven altijd op de hoogte van alle nieuwe video's. Etcetera. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Bij een gloednieuwe video. En bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En graag tot de volgende keer. Kalm! We'll be right back.